Het besluit van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle om definitief met het Britse koningshuis te breken is rauw op het dak gevallen van enkele familieleden. Nu doet de Britse media een grote onthulling over de reactie van prins William. Tekst gaat verder onder advertentie boos en bedroefd. Zo meldt de Times dat prins William boos en bedroefd is door de manier waarop Harry en Meghan hebben gebroken met het koningshuis. Bronnen maken duidelijk dat William gepikeerd zou zijn vanwege de toon die Harry en Meghan aanslaan in hun verklaring. Prinses Anne, de vraag wie de taken van prins Harry over kan nemen lijkt voor nu nog onbeantwoord te blijven. Experts van de Times melden dat het koningshuis over te weinig werkende royals beschikt. De rol van Harry in de Royal Marines wordt mogelijk overgenomen door prinses Anne. Let's blokkades.